Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag zit ik er weer alleen, want zoals je vast wel aan de titel kan zien van deze video, ga ik vandaag een update geven over mijn gestopt met de pil ervaring. Mocht je nieuw op ons kanaal zijn of mijn vorige video gemist te hebben, ik heb al een video opgenomen waarin ik jullie voor het eerst vertelde dat ik onlangs was gestopt met de pil. Dus dat was een beetje mijn introductie, daar vertel ik je een beetje meer over de basics. Weet je wel, waarom ben ik gestopt? Welke pil slikte ik? Weet je wel, welke alternatieven gebruik ik en dat soort dingetjes. Dus wil je die basics weten? Of nou ja, ik raad je eigenlijk aan om eerst eventjes die video te checken, zodat je echt een beetje de hele achtergrond hebt. Want ik ga het waarschijnlijk niet over alle items hebben die ik ook daar heb genoemd. Zal ik zeker eventjes die video checken. Ik zal hem eventjes in het i'tje linken. En dan kan je die nog eventjes kijken. En in deze video ga ik jullie meer even alleen een update geven over hoe het nu is gegaan. We zijn een aantal maanden verder. 8 maanden om precies te zijn. Dus echt een goed, flink, ruim half jaar. Waardoor ik ook al vind dat ik jullie echt wat nieuws kan vertellen. Via mijn Instagram stories had ik jullie gevraagd of er onderwerpen of dingen zijn die ik echt niet mag vergeten in deze video. En antwoorden die ik daarop kreeg waren eigenlijk vooral vragen of ik het kon hebben over een verandering in mijn gemoedstoestand, energie, vrolijkheid. In ieder geval positieve veranderingen door het stoppen met de pil. Ik denk dat ik meer nadelen heb ervaren door het stoppen met de pil dan voordelen. Ja. Wat ik ergens heel erg apart vind, ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie hierop gaan zeggen. Want toen ik van tevoren video's en blogposts heb gelezen, was eigenlijk alles gewoon super positief, geweldig. Stoppen met de pil is een uitkomst voor me geweest. Ik voel me zoveel beter. Ik had iets van, nou dat wil ik ook. En ik was eigenlijk al een tijdje benieuwd van, zou ik een andere Larisse worden? Voel ik me happier, blijer, energieker? Lekkerder in mijn vel. Ja, dat waren eigenlijk allemaal dingen waar ik eigenlijk heel erg op had gehoopt. En stiekem ook wel had verwacht. Nu we dus 8 maanden verder zijn, kan ik echt met ja, duidelijkheid zeggen van nee, ik heb dat niet zo ervaren eigenlijk. Echt helemaal niet. Ik heb natuurlijk ook eventjes een beetje in de omgeving gevraagd van goh, heb jij er iets van gemerkt? Maar dat waren ook niet echt hele duidelijke, solide antwoorden en heel erg wisselend. Tara die zegt dat ze een klein beetje wel heeft gemerkt dat ik ietsje misschien losser of positiever of leuker ben. Serena heeft helemaal niks gemerkt. En mijn vriend zegt nee, ik vind het juist helemaal minder dan hiervoor. Ik denk dat we daar gewoon een gemiddelde uit kunnen halen en kunnen zeggen nee, ik voel me daar niet anders door. Want dat ook als ik gewoon deze vraag aan mezelf stel, dan zeg ik nee, ik voel me niet slechter, maar ik voel me ook niet beter. Ik voel me niet vrolijker, maar ik voel me ook niet minder vrolijk. Ik zit überhaupt op dit moment wel beter in een vibe, maar dat was eigenlijk ook al een beetje daarvoor. Dus dat is niet iets wat ik zeg maar hieraan link. Zo zie je maar weer dat elk lichaam echt heel erg anders is. Elk kopje is heel erg anders. Elke persoon reageert weer heel erg anders op bepaalde dingen. En ik denk in mijn geval dat de hormonen die ik dus binnenkreeg door het slikken van de pil, dat die mij niet echt heel erg anders hebben beïnvloed. Waardoor ik zonder die hormonen me dus ook niet heel erg anders voel. Daarbij krijg ik ook heel vaak de vraag of je libido is. Ja, ik kan niet eens uitspreken. Of het is veranderd, verbeterd, verslechterd. Dat is ook onveranderd geweest. Dus daar heb ik ook eigenlijk helemaal niks over te zeggen. Mijn ongesteldheid die kwam best wel redelijk snel terug. Na 6 weken ongeveer. En die is sindsdien ook echt heel erg consistent geweest. En regelmatig. En dat is echt wel heel erg fijn. En ik denk dat ik daar misschien ook wel een beetje een gelukje mee heb gehad. Dus dat is wel iets wat bij mij ook eigenlijk niet heel veel verandering heeft gehad. Dus dat is allemaal wel gewoon heel erg positief. Maar zoals ik je net al aan het begin, eerder in deze video zei, heb ik wel echt het gevoel dat ik meer nadelen heb ervaren de afgelopen paar maanden dan voordelen. En dat komt gewoon omdat er naast de onveranderde dingetjes ook best wel wat dingen zijn die wel veranderd zijn. Maar dan ja, helaas wel in negatieve zin. Allereerst, die ongesteldheid die is wel 1 of 2 dagen langer geworden. En hij is wat pijnlijker. Ik heb echt wat langer buikpijn. Dat had ik hiervoor eigenlijk gewoon helemaal niet. Het is allemaal wat gevoeliger de week ervoor. Dan is mijn lichaam wel wat minder chill, zeg maar. Dus dat is wel vervelend. Want ik heb er wel echt wel meer last van dan hiervoor. Verder heb ik ook 2 keer een migraineaanval gehad. En dat is iets wat ik in mijn 30 jaar dat ik hier op de aardbol leef nog nooit heb gehad. Dus je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen van goh, is het toevallig dat het in één keer nu toch
voor is gekomen of is dat iets dat met andere dingen te maken heeft. Ik zeg, ik vind het heel erg toevallig dat dat dus nu wel is voorgekomen en dat ik het dus nog nooit eerder heb gehad. En die migraineaanvallen waren echt geen pretje, dat was wel echt heel erg vervelend. Ja, ik mag hopen dat het niet vaker voorkomt. Maar goed, 2 keer in 8 maanden tijd vind ik nog best wel netjes. Dus ik hoop dat het gewoon heel erg sporadisch blijft. En weet je, ik wil ook echt niet dat het overkomt als een zeikvideo, maar ik wil gewoon heel erg real blijven, heel erg eerlijk zijn in deze video. En je ook gewoon laten weten van er is blijkbaar dus ook een ander soort ervaring die je kan hebben en dat het dus niet allemaal een soort van regenboog en maneschijn is om te stoppen met de pil. Het is niet dat dat misschien alles gaat oplossen. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. En daarom vind ik het ook wel heel erg belangrijk om deze video ook met jullie te delen. En nogmaals, ik ben zo benieuwd of er misschien ook andere mensen die zeggen van goh, weet je wel, ik heb ook niet zo'n heel per se geweldige ervaring gehad en het was eigenlijk maar gewoon normaal. Misschien is het ook wel een soort van fijne bevestiging om te weten van, nou ja, mijn lichaam die gaat dus niet per se heel erg slecht op de hormonen die ik binnenkrijg. Kan dat misschien ook wel als iets positiefs gezien worden? Nou, ik weet niet zeker of ik het in de eerste video had benoemd, maar mijn haar was eerst echt zo vet. Het werd echt gewoon na 1 dag echt al best wel vet. Maar dat is gelukkig echt overgegaan en mijn haar is nu weer gewoon best wel goed naar wat het was. Gewoon een paar keer in de week was. Mijn huid zelf is wel wat vetter geworden. Volgens mij ben ik... Ja, ik ben vandaag vergeten af te poederen. Maar mijn huid is wel wat vetter geworden. En dat heeft natuurlijk te maken met de grootste verandering. En dat is dat mijn acne is teruggekomen. Ik had van tevoren al gelezen dat ongeveer na 3 maanden dat het dan terug kan komen. En het was bij mij bijna gewoon klokslag. Het is 3 maanden geleden. We gaan weer even flink de huid pesten. En ja, de acne is echt wel goed teruggekomen. Ik denk dat vooral die verslechtering in de kwaliteit van mijn huid, om het zo maar eventjes te noemen, dat dat er vooral voor heeft gezorgd. Waardoor mijn vriend iets had van, ik vind jou niet zo heel erg positief veranderd. Mijn huid is weer heel erg een obsessie voor me geworden. De afgelopen paar maanden ben ik er heel erg mee bezig gehouden. Ben ik er heel druk mee bezig geweest. Vooral mijn hoofd. Ja, heel onzeker weer daarover. En gewoon heel ongelukkig daarover eigenlijk. Ja. Dus vooral een paar maanden geleden heb ik best wel vaak iets op stories gezegd. Van ik ben nu dit aan het proberen. Wat is jouw ervaring? Of zou je nog wat anders aanraden? Of ik heb het voorbij laten komen in vlogs. En toen heb ik ook heel veel informatie, heel veel tips gekregen. Heel veel producten aangeraden gekregen. En dat was allemaal ook echt super goed bedoeld. En daardoor heb ik ook heel veel kunnen proberen. Maar ik moet ook zeggen dat dat ook tegelijkertijd een valkuil voor mij is. Want door al die informatie die ik gewoon binnen handbereik heb, ga ik ook heel veel proberen. Wil ik heel veel proberen. Krijg ik ook een soort van hoop en verwachtingen van het gaat nu beter, er gaat nu een verandering komen. Ik heb ook aanvragen gekregen van huidklinieken of ik behandelingen wilde ondergaan. Het is echt serieus zo ontzettend veel qua producten, qua dingen die je moet doen, qua dingen die je moet laten. Er is zoveel dat het echt een beetje gewoon te veel wordt. En dat is echt wel heel erg overweldigend eigenlijk. En daarom ben ik de afgelopen paar maanden ook eigenlijk wel gestopt met het delen van mijn ervaringen. Of dat ik eventjes, als ik zeg maar eventjes een zeurmoment had en dat voorheen op stories wilde delen, heb ik dat niet gedaan omdat ik gewoon niet meer al die tips en aanraders wilde. Omdat het gewoon te veel wordt voor een mens. En dan vooral een mens die zich eigenlijk al heel erg in de koppie de hele dag door ermee bezig is. Dus ik werd er gewoon heel erg een beetje obsessed mee. Tara die zei van, je moet er even gewoon een keer over ophouden. Want je bent obsessed. Je huid is echt niet zo slecht als dat jij het zelf ziet. Ja, stop er gewoon mee. Het maakt jou heel negatief. En ik ben het zeker met haar eens. Maar het heeft mij echt maanden gekost om dat in te zien. En om het los te laten dat het nu eenmaal is zoals het is. En dat ik gewoon rustiger moet zijn. Dat ik positiever moet nadenken. En dat die positieve gedachtegang, dat ook beter is voor je mindset, dat je beter in het leven staat, je gewoon vrolijker bent. Dus ja, sinds een tijdje heb ik wel een iets betere mindset. Maar ik moet ook zeggen dat mijn huid eindelijk een verbetering is ondergaan. Maar dat is echt niet geweest zonder slag of stoot. De bulten
De echte bulten die vaak echt wel bij acne horen, die zijn al een tijd weg. En ik heb daardoor wel wat dingetjes moeten laten. Volgens mij heb ik in de eerste video al laten weten dat ik dus geen koemelk meer drink. Maar ik ben inmiddels ook geskipt met de sojamelk. Dat heeft een tijdje voor mij wel geduurd. En die tip heb ik wel van een van jullie gekregen. Van laat die freaking sojamelk nou een keer staan en kijk wat dat voor je doet. En ze had helemaal gelijk, want dat heeft er zeker voor gezorgd dat die bulten die ik best wel constant kreeg, dat die weggingen. Dus score. Sojamelk is het dus blijkbaar gewoon niet voor mij. Nu heb ik bijvoorbeeld hier twee bij en hier eentje bij. En toen dacht ik, wat heb ik ook weer genomen? En ja, ik had burrata laatst op mijn pizza. Pizza ook nog met kaas, kan je nagaan. Kaas plus burrata. Was niet een heel goed idee, dat weet ik. Maar ik ben gewoon niet het type dat dingetjes kan laten staan. Dus bepaalde producten waarvan ik weet van die zijn niet zo heel erg goed voor me, die eet ik nog wel. Dan heb ik iets zo gewoon van, nou ja, dan moet je het ook maar er gewoon mee doen, Larissa. Dat is, weet je wel, als jij niet wil laten staan, dan moet je maar gewoon ervoor over hebben dat je een paar dagen later wat buisjes krijgt. Daar word ik ook niet meer boos om, namelijk. Want nu weet ik gewoon van waar het aan ligt. Ik ga geen producten aanraden, maar ik ga producten zo meteen aan je laten zien die voor mij de afgelopen tijd iets van een verbetering hebben gegeven en die ik fijn vind om te gebruiken en dat ik dat gewoon met je wil delen. Ik zeg niet dat je die moet kopen, ik zeg niet dat je die per se moet proberen. Dan mag je zelf kijken van, hey, dit ga ik uitproberen of niet. Ik heb hier twee producten van La Roche-Posay en deze heb ik echt al heel erg lang in gebruik en die vind ik ook nog steeds gewoon heel erg fijn. Everclear Duo werkt heel erg goed wanneer je een beetje eraan hebt gezeten en dat het zeg maar een beetje dik wordt. Smeer dit erop en het maakt het echt een stuk beter en dat gaat gewoon sneller weg. Ik heb hier ook de Everclear Gel Purifying Foam and Gel. Het is een hele fijne reinigingsgel die gebruik ik voor onder de douche, dus het is lekker makkelijk. En hij reinigt ook gewoon echt heel erg goed. Dus deze vind ik gewoon heel erg chill en prettig. Daarna ga ik aan de slag met dit. Dit is de Micellar Water Pure Cleansing met salicylzuur en deze is van het Kruidvat eigen merk. Deze gebruik ik nog eventjes wanneer ik uit de douche ben gekomen om de allerlaatste beetjes van mijn make-up te reinigen. En ik merk dat dit door die toegevoegde salicylzuur dat mijn huid inderdaad ietsje sneller opknapt. Goede ervaringen mee en hij is ook heel erg goed te betalen. Maar dan ben ik nog niet klaar. Ik gebruik ook dit. Dit is de Paula's Choice Clear Anti-Redness Exfoliating Solution met 2% salicyl acid. En ik merk met dit product dat mijn huid wat meer gaat, wat dunner eigenlijk wordt. Dus ik merkte in de eerste paar keren dat ik dit gebruikte dat mijn huid heel erg ging schilferen. Dat was echt heel erg naar. Huidlagen die er al lang af hadden moeten gaan, maar bij mij er niet zo heel snel afgaan. Want dat heb ik wel eens eerder in mijn huidacne behandelingen gehoord. Dat ik gewoon een huid heb die heel snel wil gaan opbouwen en waarbij de huidlagen niet eraf willen gaan, waardoor er dus ontstekingen daartussen gaan ontstaan. Dus dat is een beetje mijn probleem, dat mijn huid best wel snel dik wordt. En met dit product ja, hou ik het gewoon lekker flexibel, gaat het niet heel snel dik worden en zorgt er dus ook voor dat ik minder snel puistjes krijg, maar ook dat ze weer sneller weg willen gaan. Dus ja, ik moet zeker zeggen dat deze mijn huid ook zeker heeft geholpen. Oh, en ik ben trouwens ook overgestapt op herbruikbare wattenschijfjes. Dus dat zijn deze. Dat zijn katoenen wattenschijfjes. En dat vind ik wel heel erg fijn. Omdat ik dus voor beide producten wattenschijfjes nodig heb, kan ik gewoon deze dingetjes gebruiken. Hoef ik ook geen wattenschijfjes meer te kopen. Deze komen van Holland en Barrett vandaan. Verder, wat ook mij heel erg heeft geholpen, is dit product. Het product van Eucerin. Dit is de anti-pigment nachtcreme. En deze heb ik via Serena leren kennen. Die had er een blogpost over geschreven. Dus ook eventjes in de beschrijving linken. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Het is een hele lekkere nachtcreme. Hij heeft een hele goede, fijne textuur. Best wel vol, maar niet te vol. Maar dit zorgt ervoor dat de littekentjes die ik heb, dat die sneller vervagen. En dat ze niet zo heel erg donker meer zijn. En als laatste het product dat ik nog niet zo heel erg lang in gebruik heb, maar waar ik al wel een goede ervaring mee heb en waar ik verbetering echt in heb gezien. En dat is het product Klarskin, de Radiance Powder. Als je mijn vlog van, dat is mijn weekvlog geweest, heb je kunnen zien dat ik deze gebruik. Dus ik gebruik dit product nu 2 weken. Ik zie het wel echt dat het vanuit binnenin beter is geworden. Ik kan zeker zeggen dat ik hier in ieder geval al goede ervaringen mee heb. Maar ik moet dit de rest van de, of de komende 2 weken zeker nog elke dag door blijven nemen, zodat de hele pot op is. Want het is wel de bedoeling dat je dit een hele maand neemt. Nou jongens, ik hoop dat deze video een beetje een soort van een rode draad had. Een beetje goed is overgekomen. Ik vond hem wel lastig om op te nemen. Omdat ik gewoon bang ben dat sommige dingen die ik misschien heb gezegd
anders worden ontvangen als ik ze eigenlijk bedoel. Weet gewoon, ik heb natuurlijk hele goede bedoelingen. Altijd voor jullie. Ik ben heel erg blij met de steun die ik altijd van jullie krijg. De tips die worden gegeven. Maar ik wil je gewoon op je hart drukken. Dat als je ook misschien een beetje obsessief bent met je huid. En dat je je onzeker door voelt. Dat je gewoon aan jezelf moet blijven denken. En dat je gewoon rustig moet zijn. En dat je niet alles moet gaan proberen. En dat je gewoon alles een beetje kans moet geven. Misschien even om de zoveel tijd gewoon je huid rust te geven. Probeer het misschien ook om het vanaf binnenuit te doen. Dus dat doe ik dus bijvoorbeeld met deze poeder. Want ik merk dat ik op een gegeven moment gewoon geen zin had meer om te smeren. Geloof gewoon in jezelf. Blijf positief. En ondanks dat ik ook nog niet 100% tevreden ben met mijn huid, ben ik wel een stuk meer tevreden hierboven. En dat is denk ik wat het allerbelangrijkste is. Ik ben heel erg benieuwd of er nog andere mensen zijn in de wereld die deze video hebben gezien. Die misschien ook eenzelfde soort ervaring hadden als ik. Mocht je natuurlijk ook tips hebben. Niet per se voor mij, maar eigenlijk gewoon misschien als je een tip wilt delen. Doe dat naar iedereen die deze video kijkt. Laat het vooral eventjes achter in de comments wat je ervan vindt. Of je iets hebt om te delen wat voor jou misschien heel erg werkt. Wat voor jou niet werkte. Kan natuurlijk van alles zijn. En dan wil ik je bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je snel weer in de volgende. Doei doei!